Goedemorgen, dit is het Weerplaza Weerbericht van 2 juli 2019. Een bandje met wolken trok vanochtend over ons land. Plaatselijk viel daaruit ook een enkele spat regen. Of vanuit de Noordzee trekken ook wat stapelwolken, met name over de noordelijke helft van het land. En ook daar kan een enkel spatje uitvallen. Temperaturen vanochtend tussen de 14 en 16 graden op de meeste plaatsen. En daarbij een matige Noordwestenwind. Die Noordwestenwind neemt in kracht toe vanmiddag. Wordt vrij krachtig tot krachtig aan zee. Maar de temperatuur loopt wel op naar zo'n 19 tot 23 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanavond dan klaart het op, blijft het overal droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 18 graden. Ook de wind neemt sterk een kracht af en blijft morgen ook een stuk minder krachtig dan vandaag. Nog af en toe wel vrij krachtig aan zee, landinwaarts meestal matig van kracht, windkracht 3. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag, met 19 tot 22 graden en waarschijnlijk blijft het overal droog. Droog blijft het ook in de komende dagen. Donderdag en vrijdag, waarschijnlijk ook op de meeste plaatsen. En waarschijnlijk ook zeer, zeer waarschijnlijk ook zaterdag. Vrijdag wel de hoogste temperaturen: 19 tot lokaal 25 graden. Vanaf zaterdag is het weer wat minder warm. De wind blijft meestal uit het noordwesten waaien. Ik ben Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.